leuk dat je kijkt naar deze video van Online Tech Tips. Mijn naam is Kelly en in deze video ga ik laten zien hoe je een toets kunt maken met Microsoft Forms. Vergeet voordat we beginnen niet om je te abonneren op mijn kanaal voor nog meer van dit soort video's. Klik gelijk op het belletje om altijd op de hoogte te blijven wanneer ik een nieuwe video post of wanneer ik live ga om een webinar te geven. Microsoft Forms biedt de mogelijkheid om een digitale toets mee te maken. Houd er wel rekening mee dat Microsoft Forms niet de meest geavanceerde applicatie is om het mee te doen. Daarom ga ik jou laten zien in deze video wat jouw mogelijkheden en onmogelijkheden zijn bij het maken van een toets via Microsoft Forms. Met Microsoft Forms kunnen ze heel gemakkelijk een toets maken. Om naar Forms te gaan ga ik eerst naar www.office.com. Daar log ik in met mijn Microsoft account en helemaal linksboven in beeld vind ik mijn menutje met alle applicaties. Hier zie ik slechts een aantal applicaties en ik ga hier naar mijn applicaties en dan zie ik alles. En eventueel kan ik nog klikken op alle applicaties en dan zie ik er nog veel meer staan. En ik ga hier op zoek naar Forms. Vervolgens zit ik in Forms en kan ik hier dus een nieuw formulier of een nieuwe toets aanmaken. En ik kies natuurlijk voor toets. Er zit een wezenlijk verschil tussen een toets en een formulier. Namelijk dat je bij een toets kan aangeven wat de juiste antwoorden bijvoorbeeld zijn. En dat met nog wat meer functionaliteiten die ik je ga laten zien. We hebben hier dus een naamloze quiz of naamloze toets. Net hoe je ermee om wilt gaan of de quiz of een toets is. En rechts in beeld kun je gelijk de stijl gaan kiezen. Je kunt op een van deze onderdelen hier klikken. Eventueel als je naar onder scrolt, zie je er nog meer staan. En je kunt hier ook klikken op alles weergeven en dan krijg je nog meer mogelijkheden. Ook kan je kiezen voor achtergrondmuziek. En daarbij heb je een aantal opties om uit te kunnen kiezen. Maar bij een toets zou ik dat zeker niet aanraden, omdat je wilt dat iedereen zich natuurlijk goed kan focussen. Je kunt ook kiezen hier voor een bewegende achtergrond. Maar ook dat zou eventueel kunnen afleiden voor degene die hem aan het invullen zijn. Maar dat is net hoe je daarmee om wilt gaan. Dit is bijvoorbeeld een vrij rustige. Vervolgens kunnen we onze toets gaan maken. Nu kan die bijvoorbeeld gaan over de Romeinen. Omdat het een geschiedenistoets is. Je kunt vervolgens hier gaan aangeven wat je van iemand verwacht. Of wat iemand natuurlijk van de toets kan verwachten. En voor welke klasse het eventueel zijn. Dat kun je zo groot maken als dat je zelf wilt met wat meer tekst en uitleg. En vervolgens kunnen we hier dus nieuwe vragen gaan instellen. Als ik klik op nieuwe toevoegen kunnen we keuzes bijvoorbeeld gaan kiezen. Dat ze zelf moeten kiezen uit bepaalde keuzemogelijkheden. Kan één optie goed zijn of meerdere opties. Tekstopties waarbij ze dus zelf een antwoord moeten gaan typen en die je dus naar de hand kan gaan bekijken. Kunnen dus open vragen zijn of vragen die al beoordeeld kunnen worden door Forms. En zo zie je nog wat meer opties, maar je zult merken dat je vooral van deze twee het zeker bij een toets gebruik gaat maken. Als eerst gaan we voor keuze. En dan ga je hier even snel een vraag invullen. Ik heb hier nu een vraag toegevoegd en ik kan hier aangeven wat het juiste antwoord is. Ik zie ook dat ik hier een afbeelding bij kan toevoegen. En dat is ook leuk, omdat je wellicht refereert naar de afbeelding. Wie is dit? Wat zien we hier? Dat is erg leuk om te doen, zeker bij een toets en zeker als het gaat over geschiedenis. Als ik dus klik hier op het icoontje van een afbeelding, kan ik dus een afbeelding gaan toevoegen van ofwel het internet of van mijn eigen laptop, omdat ik daar een afbeelding heb opgeslagen. Ik heb de foto nu toegevoegd en die zien we hier. We zouden hem eventueel nog kunnen bewerken door hem wat groter te maken, dat ze hem veel beter zo kunnen inzien. Ik heb al aangegeven wat het juiste antwoord is. En ik kan hier ook nog, met het icoontje dat hiernaast staat van een tekstbalk, aangeven wat iemand moet gaan zien als hij voor die optie heeft gekozen. Degene die de toets invult, en hij kiest bijvoorbeeld voor een van deze antwoorden, ziet niet direct wat het juiste antwoord is. Dat ziet hij pas als hij alles heeft ingevuld en klikt op verzenden. En dan kan diegene niet meer terug. Dit is vooral als diegene op verzenden heeft gedrukt, dan ziet hij alle antwoorden staan. Als je eens op verzenden hebt geklikt, dan zie je dus of jouw antwoord goed of fout was. Maar je ziet niet per se wat het juiste antwoord had moeten zijn. En daarom wil je dat vaak er wel bij gaan zetten in jouw feedbackstukje. Dus dat doe ik hier ook. Dat ga ik ook hier bovenin doen. En hier natuurlijk niet. Dat is correct. Bijvoorbeeld.
Dus dit is de vraagstelling met de afbeelding. En als ik nu wil zien hoe dit eruit ziet voor degene die je moet gaan invullen, klik ik rechtsbovenin op preview. Zie ik deze als eerste staan, kun je natuurlijk ook een wat toepasselijkere afbeelding bij kiezen. Klik op nu starten en dan kan ik dus gaan beginnen. Dit is de eerste vraag die we erin hebben gezet met de afbeelding heel groot, zodat ze goed kunnen kijken waar we naar kijken en vervolgens zien ze hier de verschillende antwoorden. Als ik voor een van deze opties klik, zie je dus dat ik niet direct het antwoord ga krijgen. Pas als ik er dus één heb gekozen, bijvoorbeeld de onderste, en ik klik op verzenden, dan is het voltooid, de antwoorden zijn verzonden, ik kan ook niet meer terug als respondent of degene die hem dus invult en ik kan alleen nog klikken op resultaten weergeven. En dan zie ik dus per vraag of ik hem wel of niet goed had. Hier zie je dus wat het juiste antwoord had moeten zijn met dat vinkje. Maar je zou er ook nog op deze manier naar kunnen verwijzen om aan te geven wat het juiste antwoord bijvoorbeeld had moeten zijn. Gaan we weer terug, want er zijn nog wat meer zaken die we kunnen instellen voor wat betreft deze vraag. Als ik daar weer op klik, kan ik hem dus weer gaan bewerken. Ietsje verder naar onder kan ik punten toekennen. Zeker als het om een toets gaat. Bekijk dan hoeveel vragen heb je. Eindig bijvoorbeeld met in totaal 100 punten, dus dat is een 10 waard. En verdeel vervolgens jouw punten. Je kan bijvoorbeeld aangeven dat deze vraag 5 punten waard is. Ik kan aangeven of meer antwoordenmogelijkheden juist zijn of niet. En natuurlijk wil je wel dat verschillende onderdelen vereist zijn om in te vullen. Dan moeten ze in ieder geval iets kiezen. Hebben ze in ieder geval bepaalde kansen om zaken te halen. Vervolgens kun je natuurlijk weer de volgende vraag gaan instellen. En dat zou bijvoorbeeld een tekstveld kunnen zijn. Een open tekstvraag. Die ze vervolgens zelf moeten onderbouwen. Hier kan ik het juiste antwoord toevoegen. Mocht het bijvoorbeeld gaan om een kort antwoord wat ze zouden kunnen geven. Dus niet een onderbouwing of een uitleg. Op deze wijze kan Forms dus zelf al gaan bepalen of het antwoord wel of niet goed was. Als je nu aangeeft hier dat het een lang antwoord is, dan moet je hem zelf aan het einde gaan beoordelen. En kun je vervolgens zelf ook de punten gaan toekennen. Je merkt ook bij juiste antwoorden, als ik klik op lang antwoord, dat dit onderdeel verdwijnt. Want bij een lang antwoord is er geen exacte overeenkomst met een bepaald antwoord. Als ik weer deselecteer, dan moet ik hem weer allemaal in gaan vullen. Dus hij haalt het dan wel allemaal weg. Deze bijvoorbeeld wat meer waard. En je ziet dat antwoord weer vereist is. Dat heeft hij overgenomen van degene voor zich. Dus dat hoef je maar één keer even te selecteren en vervolgens houdt hij dat voortaan vast. Ook hier kun je weer een afbeelding natuurlijk toevoegen als je dat wilt. Daarna kunnen we weer voor keuze kiezen en misschien nu voor de meerdere antwoordmogelijkheden. Zet ik weer snel de vraag erin. Als je alles erin hebt gezet, geef je aan welke opties goed zijn. Je kunt weer punten toekennen, haalt hij weer van degene boven zich, dus die kun je dan weer wijzigen. Nou, dit is bijvoorbeeld 7 punten waard. Meerdere antwoordmogelijkheden dus mogelijk. Je kunt hier ook aangeven dat de totaal opties te selecteren is gelijk aan 2. Ze mogen er maar 2 kiezen. Dan kun je ze ook een beetje helpen in het geval dat iemand dus per ongeluk een van de andere opties nog geselecteerd heeft staan. Dus zo kun je degene die je de toets moet invullen wat meer helpen tijdens het invullen, dat het niet zo snel verkeerd kan gaan. En vereist staat natuurlijk weer aan. Dus dit is een meerkeuzevraag. Selecteer 2 opties staat er ook automatisch dus bij, ondanks dat we het hier zelf ook in de tekst hebben gezet. En zo kunnen we nog heel veel vragen gaan toevoegen en dat ga ik nu ook eventjes snel doen. We hebben nu heel veel vragen eraan toegevoegd. En nu merk je dat het een hele lange lijst aan vragen is. Ga ik weer verder naar onder. In totaal hebben we nu 60, dus ik moet wel nog wat vragen gaan toevoegen. Wil ik tot 100 komen of ik moet de punten anders gaan bedelen? Bij preview kan ik zien hoe het eruit ziet als iemand daar dus antwoord op moet geven. En je merkt dus dat diegene heel veel moet scrollen. Ik heb nu pas 10 vragen en vaak heb je wel een vraag of 25 in zo'n toets zitten. En dan moet iemand dus de hele tijd helemaal gaan scrollen. En misschien is het wat prettiger om daar bijvoorbeeld secties in aan te maken, zodat je telkens van pagina naar pagina gaat. Nou, om zo'n sectie aan te maken gaan we eerst naar een vraag toe. Want dan krijgen we de optie voor nieuwe invoegen. Die krijgen we niet als we hier zitten, dus we klikken er even eentje aan. Nieuwe invoegen, sectie.
En die secties kun je dus per categorie gaan instellen. Als eerste hebben we bijvoorbeeld het Romeinse Rijk. Nou, daar hoort deze vraag ook nog bij, dus die moeten we even gaan verplaatsen. Dat kunnen we doen met dit icoontje. Die kunnen we dus hierin gaan zetten. En hij heeft hier dus automatisch al eentje bovenin aangemaakt. Die kunnen we dan nog even gaan verplaatsen. En dan moet het tweede onderdeel moet natuurlijk anders worden. Dat wordt misschien Romeinse mythes. Mythologie. Dus zo kun je de vragen ook wat meer categoriseren. Dus deze hoort hier bovenin. En hier krijgen we een mythe. Nou, die kunnen daar dus laten staan. Daaronder zou je eventueel zeggen van, nou, dat gaat misschien niet over mythe. Welk huis is dit? Dus daar gaan we een nieuwe sectie voor invoegen. Sectie en dan leven als een Romein, bijvoorbeeld. Nou, die hoort daarbij. En zo kun je dus verschillende secties invoeren. En als we nu naar de preview gaan, om te kijken hoe dat eruit ziet, hebben we de standaard start. Hebben we een aantal vragen, zien we hier ook het onderwerp van deze vraag, het Romeinse Rijk. Nou, dan heb ik een paar vragen. Ah, 6 vragen. Nou, die moet ik natuurlijk allemaal wel even snel invullen. En dan kan ik dus naar volgende. En dan heb ik het volgende onderwerp, Romeinse mythes. Die kan ik ook weer invullen. Ga ik weer naar volgende, dan heb ik leven als Romein. En zo zorg je dus voor dat het niet één hele lange lijst wordt als toets, maar dat je het dus eventueel zou kunnen categoriseren per onderwerp van het hoofdonderwerp. En zo kun je toch echt wel hele leuke en mooie toetsen in elkaar gaan zetten voor jouw leerlingen. Zoals je ziet heb je wat beperkte mogelijkheden bij het aanmaken van een toets via Microsoft Forms. Is jouw toets wat simpeler van aard, dan kun je natuurlijk altijd deze applicatie gebruiken. Vind je deze video nu interessant? Vergeet dan niet om je te abonneren op mijn kanaal. Klik gelijk op het belletje om nooit meer een nieuwe video of een live webinar te hoeven missen.